President Chandrika Prasad Santokhi reist morgen naar Guyana om deel te nemen aan de 46e vergadering van de CARICOM-staatshoofden. De vergadering brengt Caribische leiders samen om regionale kwesties en samenwerkingen te bespreken en vindt plaats van 25 tot en met 28 februari in Georgetown. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat deze drie dagen goed benut zullen worden en tezamen met de president bilaterale gesprekken te zullen voeren met partners. Er zijn heel wat kritieke issues. En er zijn heel wat belangrijke issues met betrekking tot de integratie van de Caribische gemeenschap. Daarnaast zullen verschillende gasten aanwezig zijn, waaronder de president van Brazilië. En dat betekent dat de president, maar ook ikzelf, bilaterale gesprekken zullen hebben. Verschillende ambassadeurs zullen daar zijn. Dus het wordt een heel hectisch programma. We weten nu reeds dat president Lula graag een ontmoeting heeft met beide presidenten samen, van Guyana en van Suriname. Dat zal een strategisch gesprek zijn over de samenwerking. Wij gaan gesprekken hebben met Singapore en Japan die daarom hebben gevraagd. Dus het wordt vrij hectisch drie dagen lang in Georgetown, Guyana. Ramdien hoopt dat tijdens deze meeting er consensus wordt bereikt over de richting die de CARICOM moet gaan in de komende periode. Er zijn internationaal, maar ook regionaal heel wat uitdagingen. Zo geeft Ramdien aan dat de kwestie van Guyana en Venezuela aan bod zal komen, maar ook andere zaken die dringende aandacht behoeven. Het vraagstuk van Guyana en Venezuela zal zeker aan de orde komen. Het vraagstuk van klimaatverandering, van de regionale integratie, de zogenaamde CSME, de Single Market and Economy, migratie-issues. Ik denk dat president Santokhi vanaf het begin heel nadrukkelijk bezig zal zijn. Daarnaast is de president van Suriname uitgenodigd om een presentatie te houden voor Rotary Guyana. Die hebben hem specifiek daarvoor uitgenodigd. Dat zal plaatsvinden op 25 februari in de ochtend. Maar op 24, een paar uur nadat de president aankomt in Guyana, zal hij ook toespreken de Suriname-Guyana Business Chamber. En het zijn allemaal belangrijke side events die de gelegenheid bieden om ons, zeg maar, nationaal belang uit te dragen. Minister Ramdien is optimistisch over de komende bijeenkomst en verwacht dat er belangrijke beslissingen zullen worden genomen en cruciale kwesties zullen worden aangepakt. De bewindsman hoopt dat deze bijeenkomst zal bijdragen aan de vooruitgang en samenwerking binnen de CARICOM.